Welkom op dit prachtige domein van de Schorre. Hier begint dus het trollenparcours. Even kijken. Perfect. Welkom, lieve mensen, bij Kleine Nora. Kleine Nora is de kleinste en de jongste trol die jullie vandaag zullen zien. Hoe oud denken jullie dat ze is? 10 of 9? En wat denk jij? 6? Kleine Nora is nog maar 87.726 lentes jong. Dat is niet zo oud ook, vooral voor een trol niet. En zij is de kleinste trol, zij is 3 meter 93. En omdat zij nog zo'n jonge trol is, is zij ook de enige trol met een staart achteraan. En die staart die verliezen ze ongeveer rond de leeftijd van 90.000 jaar. Heel belangrijk is ook deze kar met stenen die kleine Nora met zich meezult. Want zij is de verzamelaar van de magische geluksstenen. Maar het is heel moeilijk om die stenen mee te sleuren. Daarom is ze ook zo sterk. Want elke steen weegt meer dan 1 ton. Wat zegt u? Dat er niet veel zegt. Nee, hij zegt helemaal niet veel. Hij was net al gaan babbelen met mij. Dat is verleek. U ook een beetje hoor. Hij is heel mooi, vindt u niet? Wat vinden jullie van hem? Oh, dat hebben we bijna allemaal gezien. Bijna de familie compleet. Ja. Dit is Hannes. Hij is een beetje verlegen vandaag. Best wel heel erg eigenlijk. Maar Hannes is iets aan het doen. Kan jij het zien wat hij aan het doen is? Hij is een ketting aan het maken. Hij maakt de allermooiste parels. Ik ben er ook in gekleed. Dus... En hij is ook heel, heel blij. Want hij heeft eigenlijk een stoel hier in het bos. En die wasstraal die hebben wij voor hem gemaakt. Dus hij is wel gelukkig met. Toch, Hannes? Ga bij Hannes staan. Dit is Michiel. Michiel is de watertrol en hij is de sterkste trol van ze allemaal. Hij kan zelfs tot 7 paarden tegelijkertijd op zijn rug dragen. En die kracht heeft hij nodig, want met zijn emmer draagt hij het heilige groene water omhoog naar de magische toren. En onderweg kan hij ook de wijze woorden van de bomen horen. En weten jullie wie dit is? Het is Arvid. Wat doet Arvid het liefste? Wel, zij gaat heel graag in het bos om oude dode bomen bij elkaar te zoeken. Zodat ze er weer nieuwe dingen van kan maken. Ze gaat die dan tak, tak, tak bewerken om daar terug mooie nieuwe dingen van te maken. En voor wie doet ze dat? Voor jullie, voor de mensen. Dat is mooi, hè? Ja. Vind jij dat mooi? Arvid zei dat ze jullie ook heel erg mooi vindt allemaal. Dag Arvid. Ik ben hier om jullie meer te vertellen over onze trollen, Oona en Juris. Ze hebben elkaar leren kennen op een trollenfeest en sindsdien zijn ze smoorverliefd op elkaar. Ze liggen op de grond te kijken naar de lucht, omdat als je lang genoeg naar de lucht kijkt, je die bijna kan zien bewegen. En 's nachts. Als de maan opkomt, dan kijken ze naar de sterren in de hemel. Het zijn de oudste en meest wijze reuzen. En samen met hun jongere trollenvrienden bouwen zij aan een magische toren. En als de mens naar boven klimt op die toren en zijn ogen open doet, kijkt hij de toekomst tegemoet. Zet jullie zoektocht maar verder. Maar vergeet niet, elke wandeling in de natuur levert je meer op dan je zoekt. Achter mij Camille, de trol, de grootste. En naast hem is een hoge toren gebouwd. Het hoogste verdiep van de toren. Moet je echt oppassen, want als je met te veel mensen erop staat, dan gaat hij wiebelen. Ik heb de naam van de trol nog niet gehoord, maar die zit hier beneden aan de toren.
met een groot gigantisch houten boek bij hem. En je kan vanaf deze toren, als je goed in de juiste richting kijkt, het atomium zien. En ik wil iets maken dat lijkt alsof niemand het ooit heeft gedaan. En ik denk dat we dat hebben bereikt. Buitenlicht. Dat doet mij een plezier en dat doet niet enkel mijn plezier, maar ook Camille. Ja, maar nu zal ik jullie eerst vertellen over een talent dat mijn beste vriend Camille bezit. Dat talent heeft hij enkel als hij zijn masker opzet. En met dat masker kan hij praten met elk dier dat hier rondloopt in het bos. Is dat niet bijzonder? Want Camille is mijn allerbeste vriend. Luna, kun jij dat eens volledig trekken? Thomasdambo.com, de kunstenaar van heel het project.